Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe film van debijrijder.eu. Ik fiets op dit moment in het streekje Sandebuur en dat ligt in de omgeving van Roderbolde. Jawel. Hier kom ik niet echt heel vaak op de fiets, maar ik was tijdens deze rit onderweg naar Steenwijk. Sandebuur is dus een buurtschap in gemeente Noordenveld en het ligt in Drenthe. En het is gelegen ten noorden van Foxwolde en ten noordwesten van Roderbolde, zoals ik al zei. De buurtschap bestaat uit 16 boerderijen, waarvan nog slechts een drietal als zodanig in gebruik zijn. Jawel! Zo kom je nog eens ergens achter. Deze weg bestaat uit betonnen rijplaten en dat fietst best goed. Maar straks gaat het over in een klinkerweg. En dan fietst het wat minder lekker. Maar daar heb ik nu dus op dit moment nog geen last van. Het was op deze 8e mei 2020 lekker weer. Het waaide best weinig, niet hard dus, en de wind kwam uit het noorden met een kracht van windkracht 1. Al met al mooie omstandigheden voor een lange rit naar Steenwijk. In Steenwijk ging trouwens Marieke mij weer ophalen samen met Florian in de auto. Want ik had bedacht dat ik naar de fietsenwinkel van Crush Bikes wou om te kijken wat voor fietsen ze daar te koop hebben. En om misschien even een fiets te testen. En dat kon daar dus. Maar voordat dat kon, moest ik dus op de fiets, of tenminste, wou ik op de fiets naar Steenwijk. En dat was uiteindelijk een rit van ruim 114 kilometer. En voor ik daar kwam, kwam ik dus onder andere hier langs. Nu ben ik dus in Roderbolde. En ik fiets inmiddels op de Klinkerweg, wat ik al eerder had aangegeven. En dadelijk ga ik hier rechts afslaan. Hier ga ik dus rechts. Een prachtige omgeving, zoals je kunt zien. Lekker rustig. En deze weg heet de Achterste Weg. Hier rechts zit een boomkwekerij. En ik moet de weg gewoon volgen. En dan ga ik hier links. En dan verlaat ik de achterste weg. En dan kom ik op de pastorielaan. En hier fiets ik alsmaar rechtdoor. En kom ik uiteindelijk terecht bij het kruispunt waar de Jacobskerk ook staat. In de verte zie ik hem al. De Jacobskerk, prachtig wit van kleur. En je hoort dat het 12 uur is. Hier sla ik dus rechtsaf. En hier fiets ik op de hoofdstraat. In de richting van Foxwolde. Foxwolde. Even deze fietsers voorbij.
met hun mooie e-bikes. Nog meer mensen. Er waren veel mensen onderweg vandaag. Kijk, hier verlaat ik Roderwolde en ben ik eigenlijk meteen in Foxwolde. De dorpjes lopen in elkaar over, zoals je kunt zien. Aan beide kanten staan de bomen aardig dicht op de weg. Dus als je hier een beetje hard rijdt met de auto en het gaat mis, dan is het ook snel echt mis. Dit is de Roderwolderweg. Een hele mond vol. De Roderwolderweg. Dadelijk kom ik bij een kruispunt waar ik dan rechtsaf ga slaan. En ook meteen weer links. De auto's rijden hier toch nog behoorlijk door, om het zo maar te zeggen. Nou ja, ze moeten maar weten. Hier ga ik rechtsaf slaan. Oh nee, nog niet. Ik dacht even dat het al moest gebeuren. Maar het is nog een klein stukje verderop. Daar in de verte volgens mij. Ja, hier moet ik rechts. Oh nee, hier is nog een flauwe bocht. Dat was Café Scheepstraat. Hier moet ik rechts. En dan moet ik eigenlijk ook meteen weer links. En deze weg heet de Haarveen. Een beetje een rare naam voor een weg. En in de verte zie ik een collega wielrenner fietsen. En natuurlijk motiveert mij dat om een klein beetje harder te gaan. Want ik wil hem natuurlijk graag nog even inhalen. En dat gaat mij dan vast en zeker ook wel lukken. Nog een klein stukje. Moet ik hem toch wel te pakken hebben. Zo meteen ga ik rechtsaf slaan. Althans, dat is de bedoeling. Dus ik blijf nog even achter hem fietsen, want hij wil volgens mij ook naar rechts. Er staan mensen in de bocht te kletsen. Ja, nou, ik moet hem maar meteen voorbij. Hij groette vriendelijk en ik groette hem terug. Zo hoort dat natuurlijk. Nu fiets ik op de Haarveense dijk. Dit is een lange weg. Maar het fietst prettig. Dus dat is geen probleem. Ik fiets nu in de richting van het gehuchtje Leutingewolde. Leutingewolde. Leutingewolde is dus een dorpje of gehuchtje, ook in de gemeente Noordenveld. En het ligt ongeveer 1 kilometer ten noorden van Roden. Dus daar ben ik nu echt
vlakbij. Het heeft een eigen postcode, maar omdat het witte plaatsnaamborden heeft, wordt het ook wel geduid dus als een buurtschap of gehucht. Leutingenwolde had ik het over. En tijdens het becommentariseren van dit filmpje komt Florian ook even bij mij kijken. En die staat nu bij mij. Ja. Papa zal zo meteen even schoonmaken. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, ik loop zo even met jou mee. Nou, dan weet je wel weer hoe laat het is. Als Florian aan papa vraagt om de boel schoon te maken. Ja, ja. Nieuwe batterijen. Nee, Florian, dat zijn oude batterijen. Batterijen zijn leeg. Die zaten in de muis die ik gebruik bij de computer hier voor mij. En de batterijen waren leeg. En toen heb ik de nieuwe batterijen in gedaan. En nu doet hij het weer. Ja, en nu doet hij het weer. Ik fiets nu hier op de turfweg. En nu fiets ik in de richting van de N372. Hier was nog een flauwe bocht. Nu weer een stuk recht vooruit. Hier aan de rechterkant zit dadelijk groencentrum Ilex. Racefietser! Ah, er was nog een racefietser, ja. Racefietser! Ja, daar nog een fietser. Nee, dat is iemand op een e-bike, dat is geen racefietser. Gewone fietser! Ja, dat was een gewone fietser, ja. Ja, ik ging er even langs, ja. Ja. Daar ga je nu in. Ga je rechtdoor? Ja, ik ga rechtdoor. Ik ga niet naar die boerderij toe. Ik ga gewoon rechtdoor. En ik fiets hier nog steeds op de turfweg. Maar dan zo op fietspad. Ja, straks dan denk ik dat ik op het fietspad ga. Maar hier is geen fietspad, Florian. Dus hier moet ik gewoon op deze weg blijven, hè? Fietspad. Ja, straks dan komt er waarschijnlijk wel een fietspad. Misschien ligt het fietspad zometeen wel langs de N372, waar ik zometeen terecht kom. Nee. Ja. Nee. Maar dat zien we zometeen wel in een filmpje. We moeten niet te veel verklappen, hè? Auto. Fietspad! Nee, hier is geen fietspad. Ik zie geen fietspad. Nee. Dit is nog steeds de gewone weg. Ja. Kijk uit! Ja, er staat ook een huis en nog een boerderijtje. Nou, nu ben ik bijna op het eind van deze weg, volgens mij. Kan ook. Ja. En nu moet ik even goed uitkijken waar ik ben en waar ik heen moet. Ik moet in ieder geval rechts, maar of ik over moet steken of niet, dat was mij nog een beetje onduidelijk. Maar ja, hier is het fietspad. Hier moet ik dus op. En nu fiets ik in de richting van Nitap en Leek. Nou, dit is een heel mooi fietspad. Hier kun je prima fietsen. Het bestaat uit de betonnen rijplaten. En die liggen keurig naast elkaar en tegen elkaar. Dus hier kun je ook lekker doorfietsen. Je kan er niet jagen. Nee. Of lekker auto rijden. Ja, daar rijden allemaal auto's, hè? Meer auto's. Ja. Meer filmpjes kun je trouwens vinden op www.debijrijder.eu. En onderweg maak ik ook vaak foto's. En die kun je ook vinden op Instagram. Op het account debijrijder.eu. Hoe kan het ook anders, hè? Ja. Ja. Nou, dit fietspad gaat nog een stukje rechtdoor. Maar volgens mij houdt het fietspad dadelijk ook op. Want ik zie daar in de verte blauwe borden bij het kruispunt. En dan denk ik dat ik moet oversteken. Ja.
Dan op de grote weg? Ja, dan moet ik over de grote weg. Niet op, maar over. Ik zit al een beetje ondertussen om te kijken of er ook auto's aankomen. Nee! Komt niks aan, zeg jij? Nee. Oké, dan moet ik even opletten. Hier moet ik oversteken. Ja, nu ben ik aan de overkant en ga ik hier verder fietsen op de secundaire weg. Op de grote weg? Ja, op de grote weg. En dan ben ik nu in Nitap. Het dorpje voor het grotere dorp Leek. Hier staat de plaatsnaambord. Nitap staat erop. Nitap. En hier moet ik even goed uitkijken. Die fietspad. Ja, hier is ook weer een fietspad. Hartstikke goed. Hier moet ik me ook weer uitkijken. Want hier moet ik op de gewone weg. Auto's. Ja, nu ben ik op de grote weg. Nou, ik hoop dat je een leuk filmpje vond. Dit traject van Sandebuur naar Nitap door onder andere Rode Wolde. Tot ziens.